Corine van den Hurk is 28 jaar, alleenstaand moeder en ze krijgt een bijstandsuitkering. Corine wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Toen ze een maand geleden hoorde van dit experiment, meldde ze zich meteen als een van de eerste aan. Nou, ik wil heel graag uh, weer terug in de ouderenzorg, waar ik al gewerkt heb. Corine is in de groep Zelf in Actie ingedeeld. Hierbij moet ze zelf actief op zoek naar werk en dat heeft ook een groot voordeel. Heb je geen sollicitatieplicht? Dus je kan. Op je gemak kan je zoeken wat je leuk vindt, wat je, ja, waar je passie ligt. En daar heb je gewoon de tijd voor, dus dat is wel heel fijn. Ook Jehad Dabket en Anand Sakt hebben zich aangemeld voor het bijstandsexperiment. Jehad mag de komende periode het geld wat hij extra bijverdient houden en hoeft het dus niet af te dragen aan de gemeente. De mannen willen samen een bakkerij beginnen en daarbij kan Jehad het extra geld goed gebruiken. Rijbewijs regelen, dat ik als eigen werk begin, dan kan ik Maclave voor andere stad bijvoorbeeld brengen. Net als de mannen zal ook Corine de komende maanden flink in actie moeten komen. Maar ze weet al precies hoe ze dat gaat doen. Even beginnen met vrijwilligerswerk, om weer even in te komen. En dan is mijn uh, bedoeling om dus weer uh, daar aan het werk te gaan.